2. Hoi allemaal, leuk jullie kijken. En de komende tijd komt er een serie op mijn kanaal waarin ik in elke aflevering iets voor een goed doel doe. En vandaag gaan we aan de slag voor Make-A-Wish. En Make-A-Wish is een doel dat zich inzet voor het vervullen van de allerliefste wensen van kinderen met een leesbeperkte ziekte. En het doel zoals sinds 1989 super lang is. En vandaag is Isa degene die we in het zonnetje gaan zetten. En haar allerliefste wens is K3 ontmoeten. En Isa is echt een meisje. Ze is 8 jaar en heeft een progressieve spierziekte. En zit daarom in een elektrische rolstoel. En vandaag gaan we haar helemaal opmaken en helemaal mooi maken. Zodat ze vanavond naar het concert van K3 kan en hun ook al ontmoeten daar. Isa weet nog van niks, het is allemaal verrassing. Dus laten we een mooie dag maken. Staat het toch in het verkeerde huis? Ik denk het wel eigenlijk. Ik denk het wel. Hoi! Hoi! Hey, goeiedag. Jamie. Waar is op de kelder? Kom verder. Hallo! Dag, ik ben Gissen. Hallo! Nou. Ik ben Jamie. Hoi! Stijn. Jamie. Hoi! Hey, ik ben Jamie. Ik heb hier iets heel speciaals. En wat hierin zit, heeft te maken met wat je vandaag gaat doen. Zou je het ook willen maken? Twee. Wauw. Isa zelf ook zeggen. Zeg het jou iets. Weet je al iets? Weet je al iets? Het heeft iets bekends voor mij ook. Ja, doe maar echt niet. Ken je het niet? Ja. Want vanavond ga je K3 ontmoeten. En ga je naar het proces van naartoe. En daar zit jurkje ook helemaal voor. En om ervoor te zorgen dat jij en het jurkje helemaal mooi staat en je er helemaal mooi uitziet vanavond, ga ik ervoor zorgen dat je er vandaag helemaal mooi uitziet. Ik ga je haar helemaal doen. Ik ga je een beetje opmaken. Dus dat het vandaag gewoon een hele mooie avond wordt. Dat is leuk. Ja. Oh, zeker. Oh, is het mooi. Ja. Oh, wauw. Wij gaan met marsepein en met fondant gaan we werken. Wel leuk, kijk, ze hebben allemaal vorkjes en roze ook. Dit is blauw. Oh, ja, nog eens. En daar hebben ze die Sylvisa. Dan ga ik mijn best doen voor een regenboog. Oké, dat is perfect. Nog ook allemaal verschillende kleuren. Ik heb glitters, die past in mijn jurkje. Ja? Jongens, je hebt een rolletje. Begin maar uit te rollen. Met Volman in metaalafdeling. Wij maken machines voor de huur. Ik kan nog even dunner. Ik ben nog met deze. Oh. Ik zou het nu doen, zou je niet? Ja, dan zijn we klaar. Ik denk dat je elke dag van langs mag komen. Ja, hoor. Even van school. Even van school. Wat is deze? Oh, jongen. Maar dat is echt een hele. Dat is de prinses. Hey. Oh, wauw, wat ben je mooi, hè? Zo onwijs cool. Ze gaan zo meteen naar K3 toe en het is nu helemaal opgemaakt. Ziet er echt super mooi uit. Dus het is echt zo vet om te zien dat ze zo blij is nu en dat het zo'n mooie dag is. We gaan met de limo weg, dus dat is wel echt gewoon next level. Ja.
Isa en haar broers en ouders zijn nu onderweg naar Ahoy, waar ze eerst nog lekker wat gaan eten. En daarna gaan ze dus naar K3 om naar het concert te gaan en hen te ontmoeten. Het was zo leuk om te zien hoe blij iedereen was en hoe Isa er, hoe mooi ze eruit zag en hoe ze ervan genoot. En dat iedereen gewoon echt in zo'n hele blije, happy sfeer was. En ik wil heel erg gewoon de hele familie van Isa natuurlijk bedanken. En ook Make-A-Wish voor het mogelijk maken van deze video en het mogelijk maken voor deze mooie dag voor Isa. Mocht je meer informatie over Make-A-Wish willen krijgen of zelf je eigen steentje bijdragen, check dan in de beschrijving het linkje hier beneden. Daar staat meer info over. En bedankt voor het kijken natuurlijk. En tot de volgende keer.